Vlaanderen is een van de drukste knooppunten van Europa. Elke dag verplaatsen vele duizenden mensen en ontelbare goederen zich over onze wegen. Ook Agentschap Wegen en Verkeer staat niet stil. Wij maken vandaag het wegennet klaar voor morgen. Samen met studiebureaus en aannemers. Om nog beter en makkelijker samen te werken, zetten we meer en meer in op digitaal bouwen. We nemen je graag mee naar de digitalisering van infrastructuurwerken. Alle informatie en de digitale 3D-situatie van een project komen samen in BIM. Dat is het Bouwwerk Informatie Management. Hierdoor kunnen de partners van een bouwproject tijdens alle fases met hetzelfde digitale model werken. Iedereen ziet het project digitaal vorm krijgen, nog voor het op de werf wordt gerealiseerd. We gebruiken eigenlijk een BIM-model als een visuele representatie van wat we willen gaan realiseren op het terrein. Door zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie samen te gaan voorstellen in een model, krijgen we een veel beter inzicht in onze toekomstige infrastructuur. Door dat model ook te gaan gebruiken tijdens overlegmomenten, krijgen we eigenlijk een veel snellere feedback van iedereen die rond de tafel zit. Kunnen we ook veel snellere, juistere beslissingen gaan nemen op basis van wat er gevisualiseerd wordt. Als Agentschap Wegen en Verkeer willen we stimuleren, samen met onze collega's, infrastructuurbeheerders van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken, om BIM als te maar meer te gaan voorzien in onze openbare aanbestedingen. Door in te zetten op change management, communicatie en BIM-opleidingen willen we binnen de bouwsector en infrastructuursector die win-win situatie gaan stimuleren om samen de voordelen te plukken dat BIM implementeren met zich meebrengt. BIM vormt voor ons dan ook de basis voor een digitaal asset management. Want op basis van deze digitale, uniforme informatie die we verkrijgen op gestandaardiseerde manier, willen we een digital twin bouwen van Vlaanderen. Die ons steunt in de juiste beslissingen te nemen voor asset management. Zo bouwen we aan een veilige en duurzame infrastructuur en verkeersafwikkeling voor alle weggebruikers. Het aantal BIM-modellen is in de voorbije jaren sterk gestegen. In het begin van 2020 is Agentschap Wegen en Verkeer gestart met 4 BIM-projecten. 3 jaar later staat die teller op 132. Van iedere aanpassing aan onze infrastructuur wordt een BIM-model gemaakt, waar dan ook de juiste informatie aan gekoppeld is. Zo krijgen we in de loop van de tijd een digitaal totaalbeeld van de Vlaamse infrastructuur. Het BIM-model stelt in staat om een precieze kostencalculatie te doen. En dankzij ClashDetectie kunnen ontwerpfouten in een vroeg stadium vermeden worden. Met de Digital Twin vermijden we dus problemen tijdens de studiefase, de uitvoering en tijdens de opvolging van de werken. BIM Digitaal Bouwen wordt steeds belangrijker voor het digitaal beheer van onze infrastructuur. Het maakt ook alles wat we bouwen in Vlaanderen klaar voor de toekomst. Agentschap Wegen en Verkeer innoveert voortdurend. Met BIM realiseren we op een veel efficiëntere manier infrastructuurwerken. Digitaal tot finale.